van 1976 is het gedaan met de Belgische heerschappij. Zwitserland wordt de toonaangevende natie met renners als Albert Zweifel en Peter Frischknecht. Zweifel is dan de absolute koning in de modder. In de wereldkampioenschappen kan niemand hem bedreigen. Maar dan kruist een jonge kerel uit Rillaar zijn pad, Roland Liboton. In 1978 is Liboton wereldkampioen bij de amateurs. Hij wordt al snel de nieuwe Erik de Vlaming genoemd. Zeg jij ook acrobaat op de fiets? Ja, ik durf veel risico's pakken. Man. Dat is een groot voordeel als cyclocrosser. Als jij opkwam, dan was het vooral in Zwitserland te doen. Ja. En ik weet nog goed, ik was jong. Ik was 18 of 19 jaar. Ik was pas wereldkampioen. En ik ging de grote prijs van Zürich rijden. Tegen Zweifel. Zürich-White. Maar ik wilde me dan gaan omkleden in een bepaalde kamer ergens. En ik mocht daar niet binnen. Dus dat heeft feitelijk een beetje alles doen veranderen voor mij. Die dag, Zürich-White. Voor te zeggen van... Godverdikke, ik mag hier niet binnen van mijn om te kleden. Ik ben nog een snotneus. Maar ga ik een strak en ferm pandoering krijgen. En ik weet nog goed, we zijn met drie voorop. En ik heb gezegd, in alle thuis dat kon... Houd je niet zwaar, Albert. En hij bezag me. Hij kon niet meer klappen. Hij zag zo rood als een tomat. En ik ben dan de laatste ronde ingegaan. Ik heb mijn gas opengedraaid en ik heb hem op 45 seconden gereden. Maar niet alleen Liboton is van plan de Zwitsers van de troon te stoten. Ook in Nederland is een talent opgestaan. Henny Stamsnijder. Het WK in Wetzikon in 80. Daar kom je wel echt terecht in het hol van de leeuw. Ja. Er waren de gevestigde orde, Zweifel, Thaler, Frischknecht, noem ze maar op. En twee jonkies vanuit hier, een van België en een vanuit Nederland. Jij en Liboton. Ja. 10.000 man langs het parcours, wellicht meer. Veel meer. Ja, Zweifel mocht daar niet verliezen, kon daar niet verliezen. Uiteraard wordt hier uitgekeken dus naar de Interland, Zwitserland-België, mogelijk gestoord dus door Nederland en West-Duitsland. Wist je, als je op dat parcours reed, als je daartoe kwam, dit ligt me wel, want dat was niet van de poes, hè? Zeker niet. Dat was een heel gevaarlijke afdaling, een schuine afdaling, heel, heel gevaarlijk. Die wereldberoemde schuine kant. Ja, klopt. En dat was natuurlijk in het voordeel van Thaler, Zweifel. En minder in het voordeel van de Stamsnijder en van mij. Ik denk niet dat er eentje overeind is gebleven. Iedereen heeft daar wel een slipper gemaakt. En de valpartij van Zweifel daar, ja, Thaler ook opgehouden. U ziet het, ligt bijzonder gevaarlijk. Misschien doordat zij nerveus waren of voor thuispubliek, dat ze wat harder die bochten in gingen. Ja, in ieder geval partij van Albert Zweifel. Zweifel is gevallen. Ik heb net zijn fiets kunnen ontwijken, maar ik ben per douf doorgegaan. Dus ze klinkt niet aan botsen, ik ga door. We hebben zitten wachten van, nou, als wij voor gaan me halen. En hij bleef gas geven om daar naartoe te gaan. Ik wist dat ze me 100 meter geven, krijgen ze me niet meer. Ik was alleen. Allemaal moest eraf. Moet zalig zijn. Ja. Maar toch ook nog een beetje angst voor de fout. Ja, we platrijden. Dus van alles dat er over kop spookt. En dat waren 30.000 mensen en ik heb niemand horen roepen. Dat was een chaos. Dat was... Onvoorstelbaar. Je ging in Wetzikon zo hard dat je je nog zou vergissen in een ronde. Wel, ik dacht dat ik nog een ronde moest doen. Maar mijn Kerbroek roept, het is gedaan. Ik zie eerst nog een ronde. Nee, het is gedaan, zeg ik. En toen besefte ik pas, ik ben wereldkampioen. Ja, inderdaad, Roland. Jij bent wereldkampioen. Ongelooflijk. Je ogen glimmen nog als je eraan terugdenkt. Dus, je krijgt er nog altijd een beetje de weemoed van. Je ziet dat elke stuk komen en ja, geweldig.
Dan sta je daar op nummer 3. Ben je dan tevreden? Achteraf realistisch was dat wel op dat moment het maximale wat ik daaruit kon halen. En dan staat Libelton. Wat denk je dan? Dan gaat hij nog een tijdje staan. Respect. Respect. Wel respect. Na Wetsikon is het tussen Zweifel en Libelton nooit meer goed gekomen. Ik denk toch dat Libelton nog kan Erik de Vlaming is. De Vlaming was voor mij toch een der grootste en ik geloof niet dat hij dat erreichen kan. Heeft Zweifel je gefeliciteerd na die titel? Zweifel heeft me nooit gefeliciteerd. Nooit. Stamsnijder, feliciteerde die jou? Stammy wel, ja. Stammy is altijd een goede vriend gebleven. Ik heb feitelijk heel mijn half leven met Stamsnijder doorgebracht. Hotel in, hotel uit, vlieger op, vlieger af. Altijd met Stammy. Omdat ze ons alle twee overal moesten hebben om de duels uit te vechten en zo. Je zit bij Daft Trucks. Ja. En daar word je ploegmaat van, en Roger de Vlaming. Ja. Ik heb in mijn carrière het geluk gehad dat ik mensen ben tegengekomen die mij verder hebben kunnen helpen om mijn stappen te zetten naar een hoger plan. Wat waren de grote verschilpunten tussen jou en Stamsnijder? Ik had veel meer interval. Ik was rapper. Stamsnijder had lange benen, dus die kan grote passen pakken. Maar ik was een enorm sterk bergoploper. Dus tegen bergop kon Stamsnijder me niet vallen. Ja. Snelheid maakt iedereen kapot. En zeker in het veldrijden. Als je rapper kan rijden of een ander, dan maakt dat die andere... Als die zeker wil meegaan, dan ga je onderuit. Als je rapper kan rijden of een ander. En dat heb ik Stamsnijder geleerd. Dit jaar heb ik meer op snelheid getraind. Op aanraden van Roger. En dat is toch goed bevallen. Want dan kan ik ook zelf eens een keer gaan attackeren. En dan moeten hun achter mij aankomen. Waarom leer jij een Nederlander en Belg te verslaan? Maar ja, hij was bij ons in de ploeg en Roland was de beste veldrijder. En, ik heb altijd zo geweest, ik was zelf minder als Merckx. En ik heb altijd in mijn gedachten gehad, die man moet je proberen zoveel mogelijk kloppen. De rest, in principe telde de rest niet mee. En daarvoor gebruikte je dan Stamsnijder? Ja, daarvoor heb ik dan Stamsnijder gebruikt om Libelton te kloppen. Hevige regenval in het Spaanse Tolosa maakt de omloop loodzwaar. Zweifel en Stamsnijder zien dat graag gebeuren. Voor de wedstrijd had ik Stamsnijder gesproken en gezegd van... Luister, mij maakt het niet uit wie wereldkampioen wordt. Dit gaat een van de drie zijn, maar liefst niet Zweifel. Als jij demereert, blijf ik zitten. Moet Zweifel komen, moet jij blijven zitten. Derde ronde en de Nederlander Stamsnijder neemt enkele meters. Zweifel en Libelton aarzelen net iets te lang en de Nederlander gaat door. Het woord is een woord, dus ik blijf zitten. En Zweifel, hij was niet goed genoeg om dat gat te dichten. Het was eigenlijk in het begin om een beetje in een aftastfase nog van hoe sterk is iedereen en wie gaat het hier doen. Je had erop gerekend dat Zweifel dat gat zou dichtrijden. Ja, klopt, ja. We zijn een paar toertjes blijven rijden op 15 seconden en dan pakte men in één keer 35 seconden. En toen viel me Frank, ik ga vandaag geklopt worden. De Nederlander die vorig jaar nog derde werd de Wetsikon, stemde heel zijn voorbereiding dit jaar af op de gegevens van zijn nieuwe ploegmaat Roger de Vlaming. Met succes zo te zien. Wat een immens geluk. Ja, het was voor mij een bevestiging dat ik ook wereldkampioen kon worden. Daar was ik natuurlijk al die jaren mee bezig om. Want wereldkampioen worden is wel het allerhoogste. Je bent dan tweede in Tolosa, maar je bent wel een winnaarstippen. Ben je dan stiekem een klein beetje ontgoocheld? Ja, ik kan me niet meer in tweede plaats neerleggen. Het is gewoon tweede zijn, het is maar één voor u. Maar je wilt die trui. Het is de mooiste trui die er bestaat. Het is winnen of het is niks? Het is winnen of het is niks, ja. Wist jij dat Stamsnijder, dat hij in de tijd bij Daft Trucks, dat hij les gekregen had van Roger de Vlaming? Na de rand heb ik dat horen zeggen. Dus Roger heeft dat zelf nooit niet gezegd tegen mij. Stamsnijder ook niet. Dus dat is waarschijnlijk een van de enige punten dat ik hem zou kunnen kwalijk nemen. Had jij het voor Roland Libelton? Jawel, zeker nu nog meer. Maar Roland was echt voor mij de tweede beste achter Erik. Roland was echt een fantastische crosser op alle gebieden. En ook een heel mooie persoon, zo. Ook een atletisch figuur had hij. Toen?
toen, ja. En nu ook nog. Voor sumo worstelen. Henny Stansnijder is de eerste Nederlandse wereldkampioen veldrijden. Maar thuis betekent dat niet zoveel. Is er wat veranderd sinds jij wereldkampioen geworden bent? Heeft dat hier, de omgeving, de buurt, bij... Oh, eigenlijk niet zoveel. Je bent wereldkampioen geworden, maar ja, het is niet, niet echt dat je... Nee. Ja, je kunt zeggen van dat ze aan heldenverering doen of zo. En dat begeer ik ook niet om dat te hebben. De politie heeft blijkbaar niet zoveel waardering voor jou. Nee, nee. Boete gehad, 15 gulden. Ja, dat was voordat ik geen bel op mijn fiets had. En dan zijn ze hier in Nederland nogal lullig mee. Het contrast met Libotton kan niet groter zijn. Hij wordt in België een superster. De overwinningen stapelen zich op en Libotton bevestigt zijn heerschappij in de WK's. Tweede wereldtitel binnen. Ja. Even gelukkig als bij de eerste? Zeker en vast, omdat ik hem geklopt had. De degutante. Ik was alleen supergelukkig als ik Zwijfel klopte. Waar is Zwijfel nu? De Kleiburg en de Trillerweg heeft toch wel gedaan. Libotton is een flamboyante jongen. Flitsende bolides en mooie vrouwen zijn nooit uit de buurt. Libotons geld moet rollen. Je bent jong, je staat aan de top. Je verdient goede boterham. En in onze tijd was het belangrijk veel schoon lief te hebben en een schone auto. Libotton laat zich dansend filmen in een discotheek en krijgt het imago van vlierenfluiter opgeplakt. Dat zie ik jou niet doen. En toch, die extremen, die raken elkaar. Ja, hij was flamboyant in dat soort zaken. Hij reed een mooie auto. Dat vond hij geweldig. Hij kon uren praten over een vleugel die in zijn living stond. En dan dacht ik van, en dan vroeg ik hem wel eens, speel je piano? Dan zei hij, nee, maar het is toch mooi om zo'n ding daar te hebben staan. Ja, ik denk ook wel dat dat zo is, maar dat was Roel. Roland, speelde jij piano? Ja. Michel, ik kan veel dingen op piano spelen, kan ik niet. In het najaar van 83 begint Libotton aan een indrukwekkende reeks zegepralen. Libotton duldt de laatste weken niemand meer in zijn gezelschap. Hij is zo goed als dat ik deed. Hij doet al die schone dingen wat ik deed vroeger. Ik heb veel bewondering op het ogenblik voor Libotton. Wie wordt tweede achter Libotton? Zo stond het gisteren in de krant. Henny Stamsnijder finisht als tweede. Stamsnijder wordt tweede. Als we zo blijven rijden, dan moeten wij alleen maar voor de tweede plaats gaan rijden. Maar in een regelmatigheidscriterium zoals de superprestige kunnen tweede plaatsen voldoende zijn. Stamsnijder staat aan de leiding omdat Libotton één wedstrijd miste. Die superprestige, Stamsnijder blijft de tweede plaats opstapelen, dus je komt niet veel korter. Hè? Inderdaad, ik heb het gezegd, Henny is de regelmatigste in de superprestige. En, het is praktisch onmogelijk om nog te winnen, maar een eerste plaats zit er toch nog in. En, ja, het is misschien beter zo dat Henny laureaat wordt van de superprestige, dan blijft toch iets op spanning in. En jij dan wereldkampioen? Ik hoop het. Toen in die periode eigenlijk het superprestige kwam, dat was voor mij eigenlijk een wat eerlijkere manier, een eerlijke bevestiging. Kijk, het lastige is natuurlijk dat wij uiteindelijk de wielersport, de enige sport is ter wereld die onze wereldkampioen zo'n prachtige jurk aantrekt. En voor de rest geen enkele sport die dat doet. Zegt Stamsnijder, doe mij maar een regelmatigheidscriterium. Want zo'n regenboogtrui, dat is maar een kleed van één dag. Totaal verkeerd, Michel. Totaal verkeerd. Kijk, ik hoop dat hij mij niet kwalijk neemt. Sven Nys, topcoureur. Top, de max.
10 keer de superprestige gewonnen. Maar dat vergeten de mensen rap. Maar als je 5 keer wereldkampioen geworden bent, zeggen de mensen, ah ja, je was vroeger 5 keer wereldkampioen geweest. Ze moeten niet zeggen van het klassement is belangrijk, dat is allemaal niet waar. Het belangrijkste is de regenbuigtrui. Daar rijd je een heel jaar mee rond en je bent de beste van heel de wereld. Os moet jouw gloriedag worden, hè? Daar kon ik niet verliezen. Ik wist dat daar ging ik, daar ging het, dat werd mijn dag. Wellicht geen modderbad. Wat schrijf Stamsnijder? Dat is gewoon lopers zingen een toontje lager. Ik wist dat Stamsnijder zeer sterk voor de dag zou komen, de voor eigen supporters. Hij was erop gebrand. Hij was er klaar voor. Het weer zit Stamsnijder niet mee en daar weer Liboton wel even mee lachen. Het schijnt dat Henny Stamsnijder zijn knieën kapot waren. Van elke dag zit op de bidden voor heen. Raakte je dat? Die uitspraken van Liboton? Natuurlijk, daar ging ik wel op in hoor. Dat deed wel iets, dat borrelt wel. Fokte je dat op? Nee. Dat bracht mij wel op een niveau van om maximaal te kunnen presteren. Laat me komen. Ja. Maar Stamsnijder heeft tegenslag. In de tweede ronde gaat zijn ketting eraf en tijdens de wissel wordt geklungeld. Frustratie, zenuwen, allerlei dingen die door je heen spelen. Maar je wil gewoon weer terug. Je wil weer terug meespelen daar van voren om daar je ding te doen. Omdat, ja, voor eigen publiek, dat was het. Vooraan laat Liboton Zwijfel achter. Maar dan gebeurt wat buiten het zicht van de camera's. Dan heb ik een vuistslag gehad van een supporter, van een Hollandse supporter, in mijn maag. En ik stond stil. Ik stond echt stil. Mijn benen blokkeerden, ik kon niet meer verder. De vinger wordt natuurlijk dan richting Stamsnijder gewezen. Maar ik kan mij niet voorstellen dat er één supporter van mij hem zou hebben geslagen. Stamsnijder kan vooraan aansluiten. Hij staat de kop niet meer af. Ik had alle moeite van de wereld om die eerste toer als ze bij me komen, om kunnen dat wiel te houden. Want ik was volledig de cadans kwijt. Dan ben ik ronde per ronde terug een klein beetje beter beginnen te worden. Maar ik was niet meer superieur. En dan word je in de pers wieltjeszuiger genoemd, in de Nederlandse pers. Dat kan goed zijn, maar ik kon niet meer beter dus. Trok je dat aan? Nee, zeker niet. De drie koplopers blijven samen tot de laatste ronde. Ze gokken op de sprint. Ik was zo zeker van mezelf dat ik die sprint daar ging winnen. Want ik had zoiets van, ja, mij kunnen ze hier niet kloppen. Ook Liboton gaat mij vandaag niet kloppen. Dus ik heb gewoon gewacht tot we die baan opdraaiden. En mijn banden stonden hard gepompt. Ik had een 11 gemonteerd en daar ging het gebeuren. Zwijfel. Rap. Stamsnijder met een grote versnelling van zijn wegfiets. Dan moet je beginnen gaan te focussen, Michel. Je bent volledig even weg van de wereld, want je droom of je hele dingen, je hele wereld stort in. Na de aankomst, hij sloeg zijn fietsbek aan en twee door, dus hij was zijn eigen niet meer. Hij wilde echt winnen. Hij moest winnen en hij is verloren. De grootste ontgoocheling uit zijn carrière? Uit zijn carrière, denk ik, ja. '85 München. Was een groot favoriet, maar het beste was er af dat jaar. En München was zeker mijn parcours niet. En kettingproblemen. En een beetje kettingproblemen, maar daar wijd ik het echt niet aan de kettingproblemen. Ik was niet superieur. '86, Lembeek. Toen ben ik tot vrijdag ziek geweest, griep gehad, bed gestoken. Ik had niet mogen starten. En dan natuurlijk, dan maken ze met de grond gelijk als je onder de koorden kruipt naar de derde ronde.
87, Mlada Boleslav. Niet vertrokken. Ook ziek geweest, koorts gehad. 88, Hegendorf. Een heel zwaar parcours. De Pascal Richard, denk ik dat dat wel weet. Liboton eindigt teleurstellend zesde. Roland is een maand voor het WK overgestapt van het Italiaanse Guerciotti naar het Belgische ADR. Ik kreeg toen het driedubbele salaris van in Italië. En dan twijfelde niet, Michel. Hij is goed betaald. En we zullen zien volgend jaar misschien een betere premiestelsel nog invoeren. Maar ik geloof dat het voor ADR een formidabele aanwinst is geweest. Maar sponsor François Lambert heeft problemen om Liboton te betalen. Dat heeft me feitelijk een knap mee in mijn carrière gegooid. De laatste jaren, dus ik was niks meer gemotiveerd. Ik heb nooit van die eventcenten gezien. Ik heb dat proces tegenaan gespannen. Ik heb dat gewonnen van A tot Z. Maar dat moment kwam dus dat ik moest mijn centen gaan halen. Ja, dan had hij natuurlijk nog 40 miljoen schuld aan de belastingen. En dan komt hij natuurlijk op de tweede plaats en dan is het helemaal gedaan. Maar wel veel energie ingestoken. Veel energie. Ik had een hele goede sponsor. Waar ik van weggegaan ben. Had ik daar gewoon bijgebleven. Ik verdiende goed mijn kost. Had ik nooit problemen gehad. En nu met deze laatste contract heb ik toch 10 jaar daarvan moeten bloeden. Maar je mag niet vergeten, Michel, dat is een contract van 3 jaar. Maar ik ben wel 3 jaar belast geweest op dat contract, waar ik nooit iets van gehad heb. Ook nog eens bij op. Dan klapt me toch al direct van een paar huisjes aan die de lucht in vliegen. Dat is rampzalig. Dat is rampzalig, ja. Ondanks die financiële problemen wint Liboton in het truitje van ADR nog 2 Belgische titels. Tussen 1980 en 1989 verovert hij liefst 10 driekleuren op rij. Nog altijd een unieke prestatie. Gaat iemand jou dat nog nadoen? Dat kun je moeilijk zeggen. Dat is natuurlijk heel veel. En... er zijn altijd dingen, Michel, die nooit zullen verbeterd worden. Die 10 keer de kampioen van België zal misschien bij mij blijven. En zo zijn er van die dingen. Iedere topper die gaat iets hebben om op terug te blikken van te zeggen van kijk, dit heb ik gepresteerd, dat kon alleen ik. Nee, ze is een hele grote. Vlaming was een hele grote. Liboton ook. Wij hebben ons best gedaan. Maar je hebt er zoveel in België die groot zijn. Ieder in zijn eigenheid respecteren. Ja, vind ik. Moet voor iedereen respect hebben. Iemand die wereldkampioen geweest is, verdient respect.